zijn in het Zwitserse Wallis, in het skigebied van Saint-Luc-Chandelin, in het Vallée d'Anivier. Deze vallei is bij Nederlanders beter bekend voor het skigebied van Zinal, dat zeker bij off-piste skiers als secret spot behoorlijk bekend is. Vandaag zullen we op de piste skiën van Saint-Luc-Chandelin. Nou, feitelijk begint het skigebied ongeveer op 2000 meter. Sowieso het dorpje van Chandelin ligt zelf op 2000 meter. In Saint-Luc stappen we iets lager op en dan kan je wel naar het dal toe skiën met een behoorlijk pittige zwarte piste, die voor gevorderde skiers erg leuk is, maar voor beginners waarschijnlijk te moeilijk. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit, want de kabeltrein die hier omhoog en naar beneden rijdt, die is prima en snel. Dus en voor de weg omhoog en voor de weg naar beneden makkelijk te nemen. Ondanks de hoogte hoef je niet bang te zijn dat het snel te koud is in het skigebied, want het ligt behoorlijk goed in de zon. En daarmee is het eigenlijk het hele seizoen door prima te skiën. Van vrij vroeg in het seizoen tot laat in het seizoen, waar het een behoorlijk goede sneeuwzekerheid heeft vanwege de hoogte. Van Saint-Luc naar Chandelin getraverseerd. Nou, om tussen deze twee gebieden heen en weer te gaan moet je aardig wat vlakke pistes nemen. Ondanks dat zijn het wel lekker speelse pistes met veel hobbeltjes en dingetjes. Het skigebied boven Chandelin voelt ietsje steiler aan dan boven Saint-Luc. Maar ook in Saint-Luc de mooie glooiende pistes te vinden waar je ook af en toe even lekker de remmen los kan gooien. Het gebied is niet al te moeilijk. Het zijn voornamelijk wat makkelijkere pistes met uitzondering van enkele zeer zwarte pistes. Het gebied voelt dus erg goed aan voor beginnende skiers of lichtgevorderde skiers en voor families. En daarnaast is het voor off-piste skiers, moet het hier echt net na een verse dump een droom zijn. Want er zijn hartstikke veel couloirs die heel makkelijk te bereiken zijn, waar de poeder lang vers blijft. Het heeft nu een week niet gesneeuwd en veel van deze couloirs die zijn nog steeds ongespoord. Een ander pluspunt van dit gebied en wat ook de traverses tussen de gebieden minder vervelend maakt, is het hele mooie uitzicht wat we hier hebben op een heel aantal 4000ers van het Wallis. Onder andere de Matterhorn, wat natuurlijk een berg is, ja, die iedereen die van bergen gek is wel één keertje gezien moet hebben. Dag skiën op zit in het skigebied van Saint-Luc en Chandelin. Nou, de liften die sluiten nu, het is 4:30 en eigenlijk heb ik nog helemaal geen zin om te stoppen. Nou, dat is natuurlijk een goed teken. De pistes zijn lekker speels, zeker als je de pistes neemt die niet heen en weer traverseren tussen de beide gebieden. Nou, de off-piste mogelijkheden zijn eigenlijk oneindig. En toen we in de laatste lift zaten, hadden we nog steeds zin om her en der weer naar beneden te skiën. Nou, dat is altijd een teken dat het skigebied er meer dan genoeg te bieden heeft. En voor iedereen die hier in de buurt skiet, die kan echt meerdere dagen zich volledig vermaken. De laatste piste die we hebben gedaan is de piste die afdaalt naar Saint-Luc, is de Prile. Dat is echt een enorm mooi pad wat van hoog in de berg helemaal tussen de bossen door terugslingert. Langs behoorlijk indrukwekkende bergen. Je begint met een uitzicht om alle 4000ers, of alle, een heleboel 4000ers van het Wallis. En daarna daal je steeds verder af totdat je in het dorp komt. Dan moet je vanaf hier even de bus pakken om weer terug te komen naar de parkeerplaats. Of eventueel met de bus helemaal terug te gaan naar het appartement. Nou, en dan ben je zo weer thuis. En deze piste, dit is echt een aanrader. Iedereen die hier in dit gebied komt skiën, moet zeker deze piste een keer gedaan hebben.